Meer dan 240 werknemers in training, waaronder EBS-lijnwerkers, hebben een intensieve lijnwerkerstraining met succes afgerond. De training, die verzorgd is door de NV Energiebedrijven Suriname EBS, is gisteren afgesloten. Volgens EBS-directeur Rabin Permisser is de training verzorgd door 10 trainers afkomstig uit de Verenigde Staten. Deze training moet de EBS-medewerkers voorzien van de nodige kennis om het werk van een lijnwerker beter te doen, zegt de EBS-directeur. De lijnsmen zijn, evenals enkele andere categorieën van collega's die we hebben binnen het bedrijf, het gezicht van de EBS naar die samenleving toe. Met één groot verschil. En het verschil is, en dat is het, meneer Eindhoven, en ik vermoed waarom de mensen stil zijn ook. Los van de andere dingen die u genoemd hebt. Ik denk nu in deze regenseizoen, gelukkig met minder blikseminslagen, dat is het meest gevaarlijke seizoen van onze landsmen. Ik denk dat de samenleving op dit gebied, mevrouw Denise de Jong, veel meer geïnformeerd dient te worden onder welke omstandigheden onze mensen deze werkzaamheden uitvoeren. Dat besef komt dringend niet genoeg door tot de grote delen van die samenleving. En ik zeg dit allemaal om onze erkentelijkheid te uiten. Parmeester zegt verder dat de EBS momenteel een grote transitie ondergaat. Daarbij moet er nog heel wat werk verricht worden. Binnen de organisatie zullen er diep en breed acties worden ondernomen, zegt de EBS-topman. De EBS gaat naar de volgende stap omdat het niet meer vrijblijvend is dat er vragen worden gesteld door een RVC of de regering. Het is wettelijk vastgesteld dat het bedrijf zeer transparant opgedeeld wordt, benadrukt de EBS-directeur. En dat wij onze werkzaamheden op een andere manier moeten gaan doen, in die zin van de administratie en al dat soort zaken, verantwoorden, transparantie en allerlei zaken die aan de orde komen. The next level of EBS. De wettelijke regelingen zijn daar in het verlengde van de roep van decennia vanuit de samenleving van een betere dienstverlening. De burgerij wordt steeds kritischer. Hebben we de beste diensten op de juiste wijze, op de meest klantvriendelijke wijze, op de meest efficiënte wijze, kostenbesparend geleverd? Dat is die vraag die steeds terugkomt. En het wordt steeds heftiger, die vraag, bij ons gedeponeerd. En in dat licht hebben we geen keus, wettelijk dan, om onze organisatie ook als zodanig in te richten. Rabin Permisser, directeur van de NV Energiebedrijven Suriname EBS. Hij sprak gisteren bij de afsluiting van de intensieve lijnwerkerstraining op de trainingsfaciliteit te Livorno.